De stijging van de wisselkoersen is voor een ieder nog een raadsel. Onze nieuwsdienst heeft vanmorgen met een cambiohouder gesproken en die gaf aan dat het niet duidelijk is waarom de koersen stijgen. Ook de Centrale Bank van Suriname kon volgens hem niet een adequaat antwoord hierop geven. Volgens hem is ook gebleken dat er weinig aanbod van valuta is vanuit het publiek en het bedrijfsleven. Vanaf vorige week is er een stijging waargenomen van de dollarkoers van 7,30 naar 7,80. De euro is lichtelijk gestegen van 7,90 naar 8,20 SRD voor 1 euro. De cambiohouder wees ons erop dat ondanks deze stijging de supermarkten wel floreren. Dat is echter in schril contrast met het feit dat wij vernamen dat tientallen supermarkten om verschillende redenen hun deuren moesten sluiten.